Lieve pap, als laatste mag ik als jongste dochter ook nog wat vertellen over jou. Ruim 26 jaar geleden was mijn eerste ontmoeting met jou. En op 3 mei 1984 werd ik geboren in de Blaak. En ik heb het eerste uur van mijn leven als jonger doorgebracht, genaamd Yuri. Omdat jij wist te constateren dat ik een jongen was. Opa en oma gebeld. Om vervolgens een uur later terug te bellen dat het toch een meisje geworden was. Lieve pa, dit typeert jou. Je bent af en toe niet helemaal op deze planeet. Maar zo ben jij. Je bent nooit een doorsnee papa geweest. En ik kom hier in mijn pubertijd behoorlijk voor schaam af en toe. Als we samen door de stad fietsten en jij uit volle borst daar bij de molen zong. Ja, dat weet je nog wel. Daarnaast ben je nog steeds een UFO-gelover. Je bent een yoga-guru en een ontzettende Citroën-liefhebber. Waar je volgens mij in de laatste 70 jaar ruim 40 voor gehad hebt. Dus nu op een gegeven moment wel klaar dat pad. Daarnaast ben je ook nog steeds een man van de routines. Elke woensdagmiddag volg je nog steeds jouw rondje in de stad. Je begint bij de groenteman, de sound, daarna de slechte, Gianotte, de cinematheek. En als afsluiter kom je dan altijd even een wijntje drinken bij mijn werk, de Nieuwe Vorst, met een portie bitterballen. En als het eventjes tegen zit en je hebt haast, dan trek je snel een Febo-kroket om vervolgens naar de biologische winkel te gaan om daar een boodschap te krijgen. Een echte bewonderer ben je zeker ook, pap. Elke week een lekkere Pinot Noir bij de meesters, lekker uit eten of zelf kokerellen. Ik heb altijd genoten van de zondagmiddagbrunches waar jij regelmatig onder de tafel lag te huilen van het lachen om de Goomba-strips. Of zo niet dan wel om je eigen grap. Ben je ook heel erg goed, hè? Maar alles bovenal ben ik gewoon heel erg trots op jou, hoe je nou ruim na 30 jaar de zaak de blik open het draaien weet te houden. Nog steeds je benen in je nek legt en dat doen weinig mensen je na, denk ik. En het bewijst maar dat yoga de mens gezond houdt. Op deze zonnige dag leggen wij met z'n allen het glas op jou. En ik zeg op naar de 108. Zoals je zelf zegt. Ja, yeah.